Ik ben Dr. Dick en ik ga vandaag deze ukulele bespreken, de Ohana Sopranino. Een mooi afgewerkt mat instrument, geheel en al gemaakt van mahonie. Wat krijg je daar nou voor? Het was goed afgesteld eigenlijk. Ik heb hier een klein beetje bij moeten stellen. Hij heeft zulke sleutels, dat is wel even wennen. En soms lopen ze ook een beetje terug. En ik heb er andere snaren op gezet. Ik heb er een Martin snaar op gezet. Er zat de Aquila snaar op. Maar dan vond ik hem een beetje kaal meeklinken. Dus Martin snaar heb ik erop gezet. Wat krijg je nou voor 125 euro? Nou, een uitstekend afgesteld instrument. Het ziet er mooi uit. Het doet het allemaal. Maar is het een sopranino sound? Daar gaat het om. Ik heb hem in A, D, Vies, B gestemd. Dus één toon hoger dan een normale sopraan. En daar ga ik hem eerst even mee vergelijken. Dit is zijn broertje. Zijn grote broertje. De Ohana SK25. Och, de SK25. Met Aquila snaren. Die klinkt warmer, die klinkt voller. En Ohana maakt hier reclame mee van dat hij net zo warm en vol zou klinken als een sopraan. Dat is dus niet zo. Hij is nou een beetje verlopen. En ik ga hem ook vergelijken met de Manini. De Manini is ook gemaakt van vol hout. Kost ongeveer 150 euro als hij nog ergens te krijgen is. En dezelfde sleutels zitten erop. Het is een mooi modelletje, vind ik. En die klinkt wat lichter. We hebben dus drie ukuleles. De Ohana Sopranino, de Manini Sopranino en de Ohana Sopraan. En qua geluid zit deze er precies tussen deze twee in.